Naast het feit dat op de maaiskolen ook al de sneeuwkanonnen uit zijn, zoals jullie daar in de verte kunnen zien, zijn er hier ook een paar aantal andere dingen aan de gang. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal al de beelden gezien van de bouw van de eerste pionnen voor de nieuwe verbindingslift tussen de maaiskolen en de Kitchsteinhorn, waar welke bovenop de maaiskolen gebouwd worden. We lopen nu hieronder bij het dalstation van de nieuwe lift. En zoals jullie kunnen zien, zijn hier de werkzaamheden ook al in volle gang. De afgelopen weken is er hier een enorme bouwput ontstaan. En in de komende tijd zullen ze hier verder gaan met het ontwikkelen van het dalstation, welke nu nog direct naast de stoeltjeslift van de maaiskogelbaan staat. Daarachter zien jullie de Maisie-flitser en de Maisie-alm. En ja, het is de vraag hoe het zich hier de komende tijd gaat ontwikkelen. Maar ik zal jullie op de hoogte houden natuurlijk.